Eigenlijk na de post van de Tweede Wereldoorlog, want men heeft toen gewoon een weilandje nodig om te kunnen vliegen. En dat is ook hier vandaag bij Wings of Freedom nagemaakt. Gewoon een vliegveld op een boerenweiland op een maal. Loop hier gewoon de koetjes te gaan. Maar vandaag is het ongetogen, maar eigenlijk deze hele week al ongetogen Ede in te wisselen. Twee dubbeldekkers in een bovendek. Ja, dat zie je wel, maar ik vind niet dat het fijn was op de ja, dat bedoelt. Als eerder betreft aan de naam van Burberman. En de B7 van over het huis. Ik zie het net. Hier, waarom? Werk en wat we kregen. Ik heb telefoon mee, hè? Wat ziet u dat? Het is mooi om te zien dat we nu kijken naar de goede weg. Je kunt dat zien inderdaad kort bij de kant van de landschap. En er is ook nog een mens Ik ga zo meteen vliegen, maar daarvan is het verhaal dat die heel mooi is en heel bijzonder, maar niet helemaal oorspronkelijk Duits. Want daar zit een Engelse motor zit erin. En dat maakt dat hij net even wat lekker te vliegen. Kijk, dat is natuurlijk twee. Ik had het hartstikke benieuwd. Ik ben een Hij is eigendom van de stichting Vroege Vogels en dat heeft niets te maken met het radioprogramma. Klopt dat? Dat klopt. Dankjewel. Ik ben een vriend van de stichting Vroege Vogels. We hebben meer dan 20 vliegtuigen bij allemaal historische vliegtuigen. Het proces om de vaardig te maken. Als ik mijn vader gebruik, we hebben een vliegtuig bij ons.
gestuurd werd om te proberen de vijand achter de vijand te komen. Achter de vijand. Wat slot die? Wouter. Ja. Nee, ik bedoel die andere. Naast zit. Dus ook een vogel, Wouter. Eén keer mijn stop in de hand. Ja, precies. Wouter 1, Wouter 2. Dus Wouter 2. Vertel eens, want jullie hebben nu die Vulti. Waarom deze kist? Dat is op zich eigenlijk heel bijzonder. Ik moest gewoon vliegen. Hij kocht voor eigenlijk een appel en een ei samen met een collega in Amerika. Zo'n vliegtuig, want daardoor hadden ze ontzettend veel over. $700. Ik herhaal, $700. Het mooiste is nog even om winst weten te verkopen nog. Ja, maar het was wel Jaap van Mesta. Die kon dat doen. Ga verder. Nou, in dit vliegtuig heeft ze dus de eerste echte uitgemaakt. Dat is natuurlijk voor elke vlieger een heel belangrijk moment. Daarna heeft hij vele andere vliegtuigen gevonden. Dat is eigenlijk uitgevoerd tot onze prachtige. Daarin. Let je ook een beetje op elkaar, dames en heren. Maak anders al een fantastische dag van hier bij Wings of Freedom. Als je aan de andere kant van mij kijkt, dan ziet u daar opstaan. WMSKL. Dat is een heel verstand. Elk vliegtuig heeft een nieuwe. Probeer maar elk land heeft ook zijn eigen code. Dit is DM.